Ben, pas 19 jaar en al 2 gouden EK-medailles op zak. Besef je wel wat je dit jaar gepresteerd hebt? Ja, het was natuurlijk al een geweldig jaar. Die 2 EK-medailles waren wel met estafettes. Maar het was een enorm gave ervaring om daar onderdeel van mogen te zijn. Ja, want je maakte daarnaast ook nog je debuut op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Als je nou terugdenkt aan die tijd, wat is nou het meest daarvan bijgebleven? Nou, ik denk het kwalificatieproces daarheen. Dus vanaf april heb ik een aantal wedstrijden moeten zwemmen om te kijken wie er uiteindelijk mee mocht gaan naar Rio. En dat neem ik nu wel mee naar alle wedstrijden in de toekomst. Dus dat is wel het meest leerzame moment geweest. En wat heeft nou in Brazilië het meeste indruk op je gemaakt? Nou, alles eromheen. Kijk, het zwemmen blijft natuurlijk gewoon zwemmen. Maar alles eromheen is gewoon een stuk groter. En dat blijft je wel bij. Ja, want het volgende grote toernooi staat alweer op het programma. Van 6 tot en met 11 december is de WK korte baan in Canada. Jij gaat erheen met Robin Neumann vanuit Amsterdam. Wat zijn jouw verwachtingen daar? Nou, ik ben nog steeds pas 19. Dus ik probeer weer zoveel mogelijk te leren van die ervaring. En we zien wel wat het wordt. Ja, jij leert veel doordat je veel uren in een zwembad ligt hier achter jou. Maar daarnaast volg je ook nog een studie aan de Vrije Universiteit, econometrie. Hoe maak jij die combinatie tussen sport en je studie? Nou, de VU helpt daar ook wel een beetje in mee. Ik kan wat vakken verplaatsen naar volgend jaar, dus ik doe er ook wat langer over. Maar het is, mijn leven bestaat wel voornamelijk uit zwemmen en studeren. En dat vind ik hartstikke leuk, maar ja. Ja, en dat is tot nu toe succesvol. Je bent daarom genomineerd als talent van Amsterdam 2016. Hoe gaaf vind je dat en waarom moeten mensen hun stem op jou uitbrengen? Nou, het is natuurlijk hartstikke leuk. Het is een ontzettend mooi seizoen geweest. Maar iedereen moet zelf weten op wie die stemt. En ik bedank iedereen hartelijk die op mij stemt.